Ik stel voor dat we gaan beginnen. Het is 9:55. Welkom allen bij het vierde webinar in het kader van de haalbaarheidsstudies die uit zijn gevoerd in het opdracht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. En vandaag staat centraal governance en pijlbeheer. Wat ik net al even aangaf, de sessie wordt opgenomen en wordt op de website geplaatst. Mochten er deelnemers zijn die daar bezwaar tegen hebben, het vriendelijke verzoek om deze deel achteraf terug te kijken. De opname wordt uiteraard gedeeld aan alle mensen die zich hebben aangemeld en zal ook via de reguliere media gedeeld worden. Maar altijd te vinden via www.stoa.nl of www.nobveenweide. Ja, dank. Was ik te verstaan, want ik werd gedempt, maar ik ga ervan uit dat... Ja. Mooi. Ja, wat ik net al zei, vragen kunnen gesteld worden via de chat. Daar waar mogelijk worden die live beantwoord of via de chat beantwoord. Want dat is de ervaring leert dat ondertussen op een levendig gebruik wordt gemaakt van de chat. Dat waren wat mij betreft tot zover de huishoudelijke mededelingen. De meeste van jullie heb ik al eerder in een eerdere sessie gezien, maar het is wel zo netjes denk ik als ik mezelf even voorstel. Mijn naam is Pouyme Chan, werkzaam bij de STOA als programmacoördinator voor het Nationaal Onderzoeksprogramma naar broeikasgassen in Veenweide. Als onderdeel van het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is voor Veenweide een reductie afgesproken van 1,0 megaton aan CO2-equivalenten in 2030. Daar maken ondertussen heel veel partijen zich hard voor om dat te realiseren. Wat goed is te weten is dat er een onderzoeksprogramma is opgestart om te kijken welke maatregelen het meest effectief zijn en hoe je het beste kunt interveneren om te zorgen dat die broeikasgasreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Nou, het NOBV doet dat dus op een aantal maatregelen. Wij onderzoeken dus een aantal categorieën aan maatregelen, waaronder waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassingen. Nou, bij waterinfiltratiesystemen kunt u vooral denken, misschien zijn dat ook al termen die u eerder, die we voorheen ook onderwaterdrainage of pompgestuurde drainage noemen, of drukdrainage, maar ook het omhoog brengen van slootpeil. En van slootpijlen en het vernatten via greppelinfiltratie of het aanleggen van plasdrasmogelijkheden. Dus allerlei maatregelen om de grondwaterstand, om de bodem natter te maken. Nou, daarnaast kijken we ook naar maatregelen zoals natte teelten. En ik moet eigenlijk zeggen nattere teelten, want niet alle teelten zijn echt nat. Maar dan kunt u denken aan cranberries of femels of lisdodden. Dat kunnen nog veel meer zijn. Er zijn de lijsten die circuleren met tientallen nattere teelten die op veengebieden mogelijk zouden kunnen zijn. Maar dit zijn concreet een aantal die we binnen het NOBV onderzoeken. En dat zijn dus teelten die bij een hoge grondwaterstand kunnen groeien, zoals cranberries, tot teelten die echt met hun voeten in het water staan, zoals lisdodden. En tot slot zijn er ook nog een aantal bodemmaatregelen. Specifiek binnen het NOBV gaan we de komende tijd aandacht besteden aan het inbrengen van de klei in het veen. Om te kijken wat dat bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. Nou, wat wij ondertussen ook binnen het NOBV richten wij ons primair op broeikasgasemissies. Maar we weten ook heel goed dat de haalbaarheid van maatregelen eigenlijk niet alleen afhangt van de mate waarin een maatregel emissie reduceert of kan reduceren. Maar ook allerlei andere factoren van belang zijn, zoals bedrijfsvoering, de agrarische bedrijfsvoering, betaalbaarheid, het effect op de watervraag is een hele belangrijke. De technische kant van het waterbeheer, kun je het water krijgen waar je het wil hebben? Wat is het effect op biodiversiteit, weidevogels bijvoorbeeld, maar ook het effect op bodem- en waterkwaliteit? En krijg je het georganiseerd? Hè? Past het binnen de huidige wet en regelgeving? Zijn we er organisatorisch voor geëquipeerd? Met andere woorden, is de governance er geschikt voor? En hebben we ook de kennis op de juiste plek? Nou, daarom hebben we vanuit het NOBV, vanuit al deze perspectieven, een inventarisatie laten uitvoeren op die verschillende onderwerpen. En deze inventarisaties laten zien. Geven vooral weer welke factoren, governance, maar ook biodiversiteit, dat zijn vaak containerbegrippen. En we hebben aan een aantal bureaus gevraagd om dat eigenlijk uiteen te rafelen.
En voor verschillende factoren vandaag specifiek. Voor governance duidelijk te maken welke kennis we wat we er eigenlijk al van weten. Vaak weten we best wel veel al, al is het niet overal bekend. Dus dat is ook het doel van vandaag, om dat te delen. Maar ook, er zijn ook dingen die we misschien nog wat minder goed weten. Nou, ook daarvoor, welke kennis je eigenlijk nodig zou hebben en nog niet beschikbaar is om goede keuzes te kunnen maken voor bepaalde maatregelen, zijn in deze inventarisaties opgenomen. Nou, vandaag staat governance centraal. En misschien nog wel goed om te weten dat we daarmee dus niet alle vragen die er zijn op deze onderwerpen beantwoord hebben. We hebben een beeld geschetst van welke vragen er zijn, welke al wel beantwoord kunnen worden en welke nog niet. Maar daarmee geeft het wat ons betreft een goede basis om als er pilots of worden opgestart of onderzoeken worden opgestart, dat die kunnen voortborduren op deze inventarisaties. Nou, vandaag gaat het over governance. Ik zei al een containerbegrip, maar gelukkig hebben wij experts daarvoor ingeschakeld die ons kunnen helpen om het iets meer te ontrafelen, om het iets misschien minder, om het wat explicieter te maken. En specifiek zoomen we in het tweede deel ook met name op het instrument in van pijlbeheer en pijlbesluiten. De inventarisatie governance is gemaakt door Simon Troost. Die zal zichzelf zo meteen, die zullen jullie zo meteen nog zien. En Simon is, is nu adviseur en eigenaar bij Sallent Coaching en Advies, maar heeft een lange ervaring bij verschillende adviesbureaus. En heeft samen met zijn collega's Martine en Anne Roos deze inventarisatie gemaakt. En daarnaast is als onderdeel van deze studie gekeken naar de mogelijkheden om pijlbeheer of pijlbesluiten in te zetten om te gaan met bodemdaling. En dit rapport is gemaakt door Peter de Putter. Peter is directeur en adviseur bij Ster Consulting en jurist. En hij zal hier straks ook een toelichting op geven. Maar voordat ik Peter het woord krijg, geef ik eerst Simon het woord. Die ons meeneemt die ons mee zal nemen langs de bevindingen uit de inventarisatie van zijn studie. Ja. Aan jou het woord, Simon. Dat ga ik doen. En jullie zien mij nu in beeld, als het goed is. Tenminste, jullie zien mijn presentatie. Ja, want ik zie jullie, een groot deel van de mensen hier. We zien jouw presentatie, ja. Dat doe ik net niet helemaal handig. Ja, ik kijk op het andere scherm. Maar dat, jullie zien mij toch niet. Jullie zien meer de sheets en jullie horen mij. Ja, aan mij de eer om het containerbegrip governance jullie in mee te nemen. Dat was ook een mooie uitdaging, vond ik zelf ook wel, rond de bodemdaling. Wat is dat eigenlijk precies en wat is daarvan bekend? Nou, dan ga ik jullie nu meenemen in een korte vogelvlucht over de constateringen die we daar gedaan hebben. Ik wil eerst even het onderzoeksopzet en het raamwerk met jullie delen, want dat is eigenlijk, geeft even een beetje vorm aan wat is dan dat containerbegrip. En dan eigenlijk de belangrijkste factoren die we geconstateerd hebben in de governance vraagstuk. Een aantal constateringen tijdens het onderzoek. En dan even over de beschikbare kennis en ook nog wat relaties met andere onderdelen. Dat komt heel beperkt aan de orde. Maar ik ga eerst even in op van wat is governance. En dat hebben we in een vijftal delen opgedeeld. Ook even gekeken wat zegt de literatuur erover. Nou, governance gaat over het beleid, het bepalen van ambities en welke instrumenten je ervoor nodig hebt. Het gaat over de juridica. Wat leg je in de wet en regelgeving vast? Wat zijn de randvoorwaarden en de standaarden die je hebt? Oh, één tegelijk. Het gaat over financiële. Hoe betaal je dit? En wie betaalt dat? De economische prikkels die je daaraan toekent. Organisatorisch vraagstuk, hoe werk je met elkaar samen en welke procesafspraken maak je daar met elkaar? En als laatste, en die heb ik wel heel bewust toegevoegd, is communicatie en bewustwording. Omdat niet alleen voor bodemdaling, maar ook in andere zaken, ziet dat de overheid heel veel bezig is om bewustwording te creëren rond vraagstukken. En dat zie je ook rond bodemdaling. De overheid is nu heel actief om iedereen kenbaar te maken dat er iets aan de hand is. Dus dat is wat dat betreft hebben we dat ook even apart als onderwerp neergezet. En daar hoort eigenlijk bij dat een deel is passief en een deel is actief. Het beleid en juridisch maken, dat is eigenlijk het passieve deel richting de maatschappij toe. Daar stel je de kaders en het beleid voor, maar er verandert er nog niks mee. Als je financieel gaat ingrijpen, je gaat organiseren en je gaat communiceren, dan ben je veel actiever bezig om direct invloed te hebben op wat er buiten gebeurt. Dus vandaar deze indeling hebben we gehanteerd in het onderzoek. En eigenlijk deel het ook met jullie omdat het overzicht kan geven van als je de governance vraag wil invullen. Hoe doe je dat dan en waar moet je dan iets over vinden?
Nou, dan hebben we vervolgens gewerkt met een viertal strategieën. Kijk het ook specifiek naar bodemdaling. Eén is de het ruimtelijk spoor. De RO, wat wil je, op wat wil je welke plek neerzetten? Bij bodemdaling is het waterbeheerspoor ook een zeer belangrijk iets, omdat dat sterk beïnvloedt, tenminste de bodemdaling beïnvloedt, het waterpeil. En dat is een apart spoor die we hebben neergezet. Het milieuspoor, dat gaat meer over nou ja, de klei in de bodem. Welke milieukwaliteiten stel je aan de bodem? En dat is wat beperkter iets, maar wel even apart neergezet. En dan het spoor van de economische prikkels. Ook die hebben we even apart neergezet buiten, zullen we zeggen, ruimtelijke waterbeheerspoor. Want ruimtelijke prikkels, ja, dat stel je de economische kaders stel je vast. En dat is wat anders dan het ruimtelijk beleid of het waterbeleid inzetten. Dan hebben we nog het onderscheid gemaakt in het schaalniveau waarop je spreekt. Als je het over een governance vraagstuk hebt. Je kan het vraagstuk hebben op perceels CQ bedrijfsniveau. Daar is waar je de maatregel neemt en waar ook het economisch perspectief van een bedrijf direct invloed op heeft. Het andere schaalniveau daarboven is het pijlvakniveau. Omdat waterbeheer heel erg belangrijk is voor je bodemdaling, is die sturing van je waterpeil dus van essentieel belang. Dus dat is het volgende niveau. Als je weer een stapje hoger gaat, kom je eigenlijk op het regionale niveau. Dat is wat diffuus geformuleerd, maar dat kan de begrenzing van een deelstroomgebied zijn, van een polder, van een waterschap, van een provincie. Daar zit wat variatie in. En dan hebben we nog het nationale niveau eigenlijk waar het klimaatakkoord is vastgesteld en waar de sturing vanaf dit moment, of tenminste op dit moment, vanuit plaatsvindt als het gaat om de opgave voor bodemdaling. Nou, dat is eigenlijk een beetje het raamwerk waarin we het onderzoek gedaan hebben. Dat hebben we in het schema zo gezet met wat kruisjes. Geef daar niet te veel aandacht aan op die kruisjes op dit moment. Maar dit is voor ons om te kijken van wat speelt er rond covenants. En ook te kijken van welke kennis is er aanwezig en welke is er niet aanwezig. Dus zo hebben we het onderzoek opgebouwd. Mijn muis is heel erg gevoelig. Eén tegelijk. Wat hebben we vervolgens in het onderzoek geconstateerd? Als het gaat om die factoren die ik net genoemd heb. Wat is nou belangrijk en wat is niet? Daarmee moet ik wel altijd zeggen. Wat belangrijk is, hangt natuurlijk vanaf met welke bril je kijkt en welk perspectief. Maar dit is even vanuit mij als onderzoeker voor dit onderzoek. Wat in ieder geval elke keer boven komt drijven is die financiën. En met name wie gaat de rekening betalen? En is er ook geld beschikbaar? Die vraag hangt continu boven de governance altijd uit. Waar komt het geld vandaan? En ook welke instrumenten zijn er om dat geld in te zetten? En is dat wel, kun je dat doen als overheid? Is dat realistisch? Is dat wat je ook als overheid mag doen? Maar ook tussen de particulieren. Welke mogelijkheden heb je ook tussen marktpartijen om met geld heen en weer te schuiven? De tweede belangrijke is eigenlijk, waar wordt nou eigenlijk de ruimtelijke opgave vastgelegd? In het klimaatakkoord wordt gesproken over de CO2-reductie, maar dat heeft echt een hele ruimtelijke component. In het NOVI wordt daarover gesproken, in de POVI, in de GOVI. Dat zijn zaken waar je de opgave voor bodemdaling kan vastleggen. En uiteindelijk ook in het pijlbesluit, maar nog even terug op NOVI, POVI, GOVI. Daar zie je nu wel op nationaal niveau en ook wel provinciaal niveau dat het benoemd wordt. Maar het is de vraag hoe concreet wordt het benoemd en er vindt daar ook een ruimtelijke doorvertaling plaats. Daarvoor constateren we op dit moment dat dat nog maar beperkt of eigenlijk niet aan de orde is. Maar dat het onderwerp wel benoemd wordt en dat er aan gewerkt wordt om dat ook ruimtelijk te vertalen. Ook in die nota pijlbesluiten is er aandacht voor bij eigenlijk bijna alle waterschappen op dit moment. De een is er wat verder in dan de ander, maar dat heeft sterke relatie met ook die omgevingsvisies, zoals ik net aangaf. Maar daar gaat Peter zo direct verder op in. Dan de rol van het, de regionale veenweidestrategie. Dit onderzoek hebben we, het is alweer een half jaar geleden dat we het afgerond hebben. In het klimaatakkoord stond dat vorig jaar deze strategieën uitgewerkt moesten zijn. Maar op het moment dat we het onderzoek deden, was dat nog niet aan de orde. Nu vindt dat wel plaats, maar ja, dat is wel een belangrijk document om ook inzicht te geven in van waar we hier naartoe. En niet onbelangrijk ook de borgingsvraagstuk in op te nemen. Van hoe zorg je nou echt dat er iets voor elkaar komt?
Nou, dan andere belangrijke factoren gaat over efficiëntie van samenwerken. Want het governance is natuurlijk heel veel samenwerken. Hoe werken overheden onderling samen? Hoe worden er in gebiedsprocessen samengewerkt? En niet onbelangrijk, hoe wordt er binnen één organisatie samengewerkt? Want dat is ook wel een belangrijke factor die meespeelt. Nou, daar hebben we wat constateringen van gedaan, maar in ieder geval wel ook de constatering dat dit een belangrijke factor is die meespeelt. Nou, dan hadden we net de organisatie, dan komt uiteindelijk de mens. De menselijke factor zien we ook heel erg terugkomen. Er zijn nu een aantal enthousiaste mensen die aan de gang zijn gegaan met de bodemdaling, aan het experimenteren. Die moeten natuurlijk een vliegwieleffect op gang brengen. Maar juist die mensen en die initiatieven die worden genomen zijn van groot belang om een verandering op gang te brengen. En als je het wat breder trekt, gaat het dus heel erg over: ken je elkaar wel, vertrouw je elkaar en weet je te verbinden. En we zien nu dat, nou, dat in alle verschillende onderzoeken er kennis wordt opgebouwd, maar dat verdere kennisuitwisseling echt nog wel een pluspunt kan zijn, waardoor nog verdere stappen gezet kunnen worden. Dan niet onbelangrijk de politieke keus. Want uiteindelijk governance gaat, kun je heel abstract gaan beschrijven, want dat is iets van de overheid. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de politieke keuze die gemaakt worden, de politieke kleur die meespeelt. En niet onbelangrijk de bestuurstermijnen van 4 jaar. Die gewoon heel sterk bepalend zijn voor de governance vraagstuk rond bodemdaling. En als laatste tijd. Want eigenlijk constateren we dat de doelen voor 2030 gesteld zijn. Hoe de bodemdaling precies plaatsvindt, hoe hard het gaat, is niet overal bekend. Wat de effectiviteit is van maatregelen, welke je kan inzetten, is nog niet bekend. Maar wil je in 2030 slagen gemaakt hebben, moet je eigenlijk nu wel je plan klaar hebben en eigenlijk morgen maatregelen gaan nemen. Dus je ziet dat die tijdsklem wel een heel erg belangrijke factor is die meespeelt. Of eigenlijk is het meer een constatering. Dat je wel degelijk rekening moet houden met de tijd en niet alles altijd heel snel mogelijk is. Dan even qua de constateringen in het onderzoek. We hebben in ieder geval geconstateerd dat het klimaatakkoord heeft geleid tot veel dynamiek op het vraagstuk van bodemdaling. Het is echt de trigger geweest dat er in de breedte wordt opgestart met bodemdaling, onderzoeken gedaan worden en ook nationaal onderzoeksprogramma loopt. We hebben ook geconstateerd dat er echt ontzettend veel dingen in ontwikkeling zijn. Er lopen heel veel pilots. De regionale veenweidestrategieën waren in ontwikkeling of zijn nog in ontwikkeling. Het borgingsvraagstuk speelt, is geagendeerd, maar is nog niet uitgewerkt. Daarnaast de landbouw, het landbouwbeleid, de transitie naar de kringlooplandbouw. De omgevingswet die nog ingevoerd moet worden en steeds toch weer een stukje wordt uitgesteld. Beleid rond pijlbesluiten die snel in ontwikkeling zijn, specifiek rond bodemdaling. En dan is de ontwikkeling de koolstofmarkt die natuurlijk heel dynamisch is. Dus eigenlijk met andere woorden, er is zoveel dynamiek dat het heel lastig is om een momentopname te maken van hoe het er nu precies staat. En daar iets dat het zeggenschap te laten hebben over wat dat over 1 jaar of 2 jaar betekent. Dus governance betekent ook opereren in een sterk veranderende wereld. Dan hebben we ook geconstateerd dat de juridische kaders eigenlijk vrij helder zijn. Dat gaat Peter jullie zo direct vertellen. Voor mij zit er niet zo heel veel licht in. In principe staan de kaders en kun je daar mee aan de gang. Het vraagt wel zorgvuldigheid om daarmee om te gaan. En dus ook tijd om de stappen te zetten. De goede beleidskaders, de goede samenhang tussen de verschillende overheden. En zorgen voor een goede financiering. Dan ook, hebben we nog even een constatering. Eigenlijk zie je overal dat ook wel de spanning zit in het evenwicht zoeken tussen of je nou een bottom-up of een top-down proces moet lopen. Het klimaatakkoord is eigenlijk top-down. Hè? Er wordt een opgave neergelegd, terwijl die pilots meer van bottom-up zijn. En in veel verschillende pilots zie je zorg dat dat evenwicht in stand blijft. Dat je niet te veel top-down, want dan voelt iedereen zich overroeld. En als je te veel bottom-up doet, dan heb je geen regie en geen sturing. Dus het evenwicht daarin zoeken is een mooie uitdaging voor als governance uitdaging. En als laatste, en er staat aan de rechterkant eigenlijk al, de politiek bepaalt uiteindelijk de kaders voor de governance. Daar is veel mogelijk. Uiteindelijk zeg ik ook, governance is ook gewoon keuzes maken en er kan veel als er een wil is. Dus als er een wil is, is er ook een weg.
Dan heb je het als politiek zelf in de hand. Je hebt eigenlijk allerlei instrumenten om in te zetten. Om te formuleren qua beleid, financieel, juridisch. En als je dat wil, kun je dat ook vormgeven. Het heeft wel tijd nodig, maar je kan het allemaal wel doen. Mijn pijltjes werken niet, dus ik moet met mijn rolletje op mijn muis. En dan gaat hij af en toe wat taart. Dan even, want dat was het onderzoek voor bedoeld. Hè? Welke kennis is er beschikbaar en welke ontbreekt nog? Dat was de vraag die ons als onderzoekers is gesteld. En de constatering is eigenlijk dat er veel kennis is. Maar dat er ook veel wijzigingen zijn. En dat de dynamiek heel erg groot is. Dus dat die kennis ook heel snel vernieuwt. Maar aan de andere kant is er weinig kennis over wat is nou eigenlijk de meest efficiënte en effectieve aanpak. Want ik ken geen evaluaties die aangeven wat de beste governance aanpak is. Ik kan me eigenlijk ook bijna niet voorstellen dat het bepalen is. En als die er zijn, is de vraag wat de waarde daarvan is. Omdat de politieke invloed heel erg groot is. Dus die is toch sterk bepalend over hoe de dingen gaan. Er zijn wel succesfactoren beschreven. Onder andere werk ook van bottom-up, neem de streek mee en zulke soort zaken. Dus die zijn er wel degelijk, wat je eigenlijk als checklist mee kan nemen. En opmerkelijk vond ik ook wel, is ik kon eigenlijk geen informatie vinden over mislukkingen. Dus je hoort wel de succesverhalen, maar niet wat er mis is gegaan. Dat hangt natuurlijk sterk samen met, we hebben het hier over governance, politieke processen. Dingen zijn niet altijd openbaar. Ook rapporten die ik heb kunnen inzien. Ja, die worden per openbaar moment dat een besluit genomen is. En vaak is de beslissing daarvoor, of de mislukking daarvoor al opgetreden. Dus die informatie is gewoon moeilijk te ontsluiten. En ik merk dat er een grote behoefte is aan wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van maatregelen en business cases. De vraag is wel of die wetenschappelijke kennis ook altijd in de besluitvorming wordt gebruikt. Maar die behoefte is er in ieder geval heel sterk. Ja, dan heb ik nog even relatie gelegd met de andere onderdelen van het onderzoek die gedaan zijn. En invloed die erop. Die effectiviteit van onderwaterdrainage, die wordt veel genoemd. De kennis daarover is natuurlijk sterk bepalend, omdat je nu veel ziet dat onderwaterdrainage ook als strategie wordt ingezet. Maar als je nog niet goed weet wat de effectiviteit daarvan is, is dat natuurlijk beleidsmatig best lastig. De rol van bemesting en bodemleven op bodemdaling is eigenlijk niet goed inzichtelijk, maar wel in de milieuwetgeving natuurlijk heel erg bepalend. Mestwetgeving is heel erg stringent. Daar zitten de nodige vragen. En als het gaat om de extra wateraanvoer die nodig is om bodemdaling te remmen, zeker bij onderwaterdrainage, is eigenlijk niet goed bekend hoeveel water dat nu precies vraagt. En is dan ook niet heel goed bekend op welk schaalniveau je deze governancevraag moet beantwoorden. Kun je dat op polderniveau doen of moet je echt op nationaal niveau, omdat het echt over een tekort aan zoet water in heel Nederland gaat en hoe je met die schaarse middelen omgaat. Kansrijke business cases op bedrijfsniveau. Daar is relatief weinig van bekend, maar is wel heel sterk bepalend op het economisch perspectief, zeker voor die landbouwsector. Er is echt sterk behoefte aan overzicht van de financieringsmogelijkheden. Er gebeurt wel het een en ander, maar een echt goed overzicht is er niet. En zeker niet hoe je nou het beste de kosten kan vereffenen, de kosten en baten kan vereffenen. Hoe je dat ook goed kan doen. En als laatste de waarde van kennisuitwisseling bij de besluitvorming. Die zei ik net al een keer, er is behoefte aan wetenschappelijke kennis, maar het is natuurlijk de vraag of keuzes nu worden gemaakt op basis van objectieve wetenschappelijke kennis of dat het subjectieve kennis is die hier gebruikt wordt. Het onderzoek naar de kennisuitwisseling, dat is een apart spoor, een van de aparte onderzoeken, heeft ook niet helemaal expliciete uitsluitsel daarover gegeven. Maar wel voor de governance natuurlijk heel erg wezenlijk. Dit was mijn presentatie. Ik realiseer me dat ik er redelijk vlot doorheen gegaan ben. Maar dat was ook de bedoeling, want we hebben nu even tijd voor wat vragen. Ik kijk even naar de chat. Dankjewel, Simon. Ik vind het heel knap hoe je toch een heel uitgebreide studie, ik heb nog heel even zitten spieken met meer dan 130 bronnen die je hebt onderzocht in je studie. Heb weten te comprimeren tot een presentatie van krap een kwartier. Dus dankjewel. Ik wil mensen er ook echt op wijzen dat wat Simon vertelt echt een abstract is.
een kleine samenvatting is van een heel mooi rapport wat hij gemaakt heeft, of hij en zijn collega's gemaakt hebben, te vinden op onze website. Dus dat is echt de moeite waard als je wat meer verdiepende informatie wil. Ik krijg hier wat versta je precies onder objectieve en subjectieve kennis, vraagt Saskia Hommers van Deltaris. Ja, daar ga ik me niet helemaal expliciet over uitspreken. Maar kijk, objectieve kennis is natuurlijk eigenlijk wel de wetenschappelijke kennis die gedaan wordt. En subjectief is wat iemand vindt. In de huidige wereld waarin we leven is die subjectiviteit natuurlijk viert hoogtij. Dat zien we op allerlei dossiers. Maar wat hier ook wel belangrijk is om te noemen is dat wetenschappelijke kennis ook ververst wordt. En je in discussies wel ziet dat er oude wetenschappelijke kennis gebruikt wordt, dus die eigenlijk alweer achterhaald is. Dus ja, is dat subjectief of is dit objectief? Ik heb eigenlijk alleen maar willen duiden dat dit een belangrijk punt is. Iedereen vraagt om objectieve informatie, maar in de besluitvorming wordt niet altijd de objectieve informatie gebruikt. Dus meer een constatering die ik hier doe. Ik denk dat je daar volgens mij met Saskia nog een behoorlijke boom op kan zetten. Want als ik het goed heb begrepen, is het governance het onderwerp op zich gepromoveerd is. Dus niet helemaal bevredigend misschien, Saskia, maar wel denk ik de duiding van Simon. Wat nu Ed Buijs van de gemeente Amsterdam vraagt, wat kunnen we voor instrumenten inzetten om kennis minder lang op de plank te laten liggen? Simon, durf je daar iets over te zeggen? Ja, ik ga in ieder geval even mijn scherpdelen uitzetten, want dan zie ik in ieder geval een paar gezichtjes. Dat is, kun je nog één keer wat kunnen we voor instrumenten inzetten om kennis minder lang op de plank te laten liggen? Ik denk dat niet echt het onderdeel is van jouw onderzoek is geweest, maar misschien dat je er toch wat tegen bent gekomen. Nou ja, wat ik wel constateer, het is gewoon echt kennisuitwisseling tussen mensen onderling. Dus organiseer veel kennisuitwisselingszaken tussen, ik heb ook al gezegd, tussen doeners en beleidsmakers, tussen doeners en denkers, maar ook tussen de verschillende regio's in het land. Dus de kennis die in Friesland wordt opgedaan en in Zuid-Holland, ga die met elkaar delen en kijk wat je daaruit constateert. Ja. En dat vraagt best veel tijd. Maar dat loont echt wel. Dus ik denk dat echt belangrijk is om te doen. Ja, en voor de rest, zet het op een website. Maar de ervaring is dat dan de informatie nog niet altijd gaat stromen. Dus. Nou, misschien is het nog wel goed om te vertellen dat we ook een studie hebben uitgevoerd naar kennisdeling, waarin ook een aantal opties worden gegeven hoe je je kennisdeling beter in kan zetten. En het is denk ik ook goed om te weten dat het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling ook daarin veel activiteiten onderneemt. En ook juist daar ook de komende tijd meer aandacht en energie aan zal geven om ook daar wat meer kennis over te delen. Nog een aanvullende vraag hierover staan. Ja, zou je zoiets als openbaarheid van bestuur kunnen inzetten als dingen te lang op de plank blijven liggen? Ja, weet je, ik zou het niet in de formaliteit gaan zoeken. Ik, als het gaat om kennisdeling, als je zelf nieuwsgierig bent, kun je heel veel kennis vinden. Probeer een open blik te hebben, zodat je ook open staat voor kennis en informatie die misschien het tegendeel bewijst waar je in zit. Maar ik zou zeggen, een stukje nieuwsgierigheid van iedereen die ermee bezig is misschien wel de belangrijkste drijfveer. En openbaar bestuur, ja, volgens mij is er, heb je 90% van de kennisuitwisseling al te pakken door nieuwsgierigheid. En die 10%, Wees nieuwsgierig is je op. Ja, kennis zo is er. Ja. Maar het is niet, neem het ook tot je, hè? Dus eigenlijk je oproep. Ja. Ik stel voor, de meeste vragen zijn beantwoord. Arjan ter Harmsel, wat ik kan herinneren, Arcadis meen ik, kan het helpen om lokale systeemkenmerken te gebruiken om meer overzicht te geven wat werkt waar en waarom? Ik denk niet dat het zozeer een vraag voor Simon is, maar ik denk wel dat het goed is om te vertellen, Arjan, dat er vanuit die haalbaarheidsstudies we ook naar andere aspecten hebben gekeken. En eigenlijk is wat jij hier constateert, lokale systeemkenmerken, heel bepalend voor het effect op allerlei aspecten. En dus zeker, het antwoord is ja. Dat kan ik vrij kort in. Maar dan even aanvullend op de governance vraagstuk. Overal zijn de mensen ook anders, is de cultuur ook anders, zijn de samenwerkingsverbanden ook anders. Niet alleen het fysieke, maar ook het sociale samenhang in een gebied zijn heel erg bepalend voor hoe dingen lopen. Helder, dankjewel Simon. Dan stelt Tim hier nog tot slot een mooie laatste gewetensvraag. Tim Pelsma, Waternet, dat governance niet belemmerend is,
is wel een prettige vaststelling. Die boodschap is nog niet overal geland. Nou, ik denk dat Peter dat nogal zou benadrukken in zijn verhaal. Is dat ook onderdeel van je oproep tot meer kennis delen, vraagt hij. Ja, eigenlijk, het is eigenlijk wat ik net zei. Als je nieuwsgierig bent, ga je op zoek naar de dingen die kunnen. En ga je niet te veel tijd besteden in alles wat er niet kan of wat je denkt dat niet kan. Er kan gewoon heel veel. En je moet ook een beetje lef hebben. Ik zeg het maar, dat maakt het ook gewoon leuk. Ik vind het tenminste leuk om daar een beetje lef te hebben. En je kop gaat er niet zomaar af. Ik vind het leuker om nieuwe kennis op te doen en verbinding te maken dan zorgen te maken over alles wat niet kan. Maar goed, ik begrijp wel als je een bepaald belang hebt dat je er anders in kan zitten. Maar dat is het voordeel van een adviseur. Dan mag je gewoon lekker naar kijken. Dankjewel Simon. Misschien aan jou nog het verzoek om tijdens het verhaal van Peter ook nog even naar de chat te kijken. Er worden allerlei nog interessante vragen gesteld rondom governance. Dus het zou fijn zijn als je daar nog even mensen kan beantwoorden. Ga ik doen. Dan geef ik nu het woord aan Peter de Putter. Ik heb hem al even geïntroduceerd en Peter, aan jou de vloer. Ja, dankjewel. Als het goed is, kunnen jullie mijn verhaal zien? Zeker. Ja, dat is mooi. Ik denk, ik ga me vast gereed zetten om te kijken of dat lukt. Dat is weer gelukt. Ja, zoals Simon zei, waar een wil is een weg. Dat is natuurlijk wel mooi en die kennen we, ja, dat gezegde kennen we allemaal. En ik zou willen beginnen met de stelling, ja, waar een wil is er ook wel een weg in het woud van wet en regelgeving. Dus ik wil jullie een vogelvlucht meenemen in wat de mogelijkheden zijn van het waterbeheer. En in het bijzonder wat er met een pijlbesluit mogelijk is. In veengebieden kom je die besluiten natuurlijk wel tegen. Nou, wat ik ga vertellen is kort. Hè. Ik heb ook maar 15 minuten zoiets. Jullie kunt allemaal nalezen in een rapport wat in opdracht van de STOA is gemaakt. En ik heb er ook nog een artikel over geschreven, onlangs gepubliceerd in Milieu en Recht. Dus voor de liefhebber misschien ook nog leuk. Wat is dan de vraagstelling? Ja, wat zou je dus met zo'n met die pijlbesluiten kunnen doen? Hè? Op welke manier zouden die een bijdrage kunnen leveren om het proces van bodemdaling wat te remmen? En hoe kun je dat als waterschap het beste doen? Ook rekening houdend met al die vragen, hè, voor een deel die Simon net ook wel noemde. Daar zit de schadevraag natuurlijk ook in, die vindt men belangrijk. Wat betekent dat dan? En gaan de boeren dan niet massaal allerlei schadeclaims indienen? Nou, daar ga ik zeker ook iets over zeggen. Maar eigenlijk moet je terug naar wat de taak van het waterschap eigenlijk is. Hè? Wat is een waterschap? Waartoe is die op aard? En welke doelen heeft die rekening mee te houden? Nou, dat laat ik even zien. Dat is basis, maar wel heel belangrijk, want dat komt steeds terug. En dan voor elk pijlbesluit geldt dat daar een zorgvuldige belangenafweging aan vooraf moet gaan voordat het vastgesteld kan worden. Daar ga ik ook op in. Zeker ook in relatie, wat Simon ook noemde, met andere beleidsdomeinen. Ja, waterschappen zijn organen van functioneel beheer, zoals dat heet. Heel kort door de bocht gezegd, ze houden zich enkel met waterbeheer bezig. Ze houden wel rekening met andere beleidsdomeinen, maar het gaat altijd vanuit de taak, vanuit het watersysteembeheer. En ook vanuit de ruimtelijke ordening en milieu en dergelijke. Is er ook wel eigenlijk, zoals ik dat noem, rugdekking nodig. Dus die komt ook nog terug. En ik doe wat voorstellen, wat suggesties voor, ja, hoe zou je dan op een zorgvuldige wijze zo'n pijlbesluit kunnen voorbereiden, ook dat de kans dat het straks helemaal misgaat zo gering mogelijk is. Want dat moet wel gezegd worden, we gaan wel op een iets andere manier met pijlbeheer om dan. Nou, die taak van het waterschap. Nou, eigenlijk, kort gezegd, hè, daar kun je ook weer van alles over zeggen, maar kort gezegd doet een waterschap of houdt zich bezig met de waterstaatkundige verzorging van het beheergebied, gericht op de doelen van de waterwet. Nou, die doelen die komen onder de omgevingswet ook weer naar voren, dus daar verandert niks. En hier heb je de combinatie ook met de waterschapswet, waar waterschappen hun taakopgave ook in zien. Nou, de doelen van de waterwet die zijn drieledig. Ja, het voorkomen beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Dus ook watertekorten, hè, daar ga je best voor doen als waterschap. Er zitten inspanningsverplichtingen achter deze doelen. Nou, beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Natuurlijk ook voor oppervlaktewater. En last but not least, en dat is voor pijlbesluit ook heel belangrijk, de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Ja, er zijn nogal wat mensen, organisaties, bedrijven, functies afhankelijk van hoe het waterbeheer uit wordt gevoerd.
Nou, die doelen die geven eigenlijk het rand, de kader aan waarbinnen het waterschap zijn werk doet. En nadere uitwerking daarvan, hè, de concretisering daarvan, ja, dat vind je op tal van plekken en op tal van manieren ook. Hè, voor dijken, oppervlakte, water, grondwater en ga zo maar door. Maar als het gaat om het onderwerp voor vandaag, dan zie je dat onder andere ook uitgewerkt in de verplichting om tot peilbesluiten te komen, hè, voor aangewezen oppervlaktewateren. En ook het handhaven van een zekere peil daarvan, vaak met een zekere bandbreedte. Bij het vaststellen en de ontwikkeling van zo'n peilbesluit is er ook beleidsvrijheid voor een waterschap. Elk bestuursorgaan heeft wel enige beleidsvrijheid. En op die manier kan dan ook bereikt worden dat niet alles maar altijd overal op elke plek mogelijk moet zijn, maar dat er ook echt keuzes gemaakt moeten worden. Nou, dat zie je hier ook wel een beetje terugkomen. Hè? Zorgvuldige voorbereiding van een peilbesluit. Dus dit is de manier waarop waterschappen dat nu doen. En wat mij betreft, hè, als je straks naar wat ik dan maar noem een andere vorm van peilbesluit gaat, dan doe dat op dezelfde wijze. Alleen zullen jullie wat extra alert zijn, omdat de ervaring met dat andere peilbesluit, dat nieuwe peilbesluit, nog niet zo heel groot is. Alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen. Er spelen nogal wat belangen een rol. Hè. Dat gaat van landbouw tot natuur, tot wonen, verkeer en vervoer, hè, zettingsschade bij huizen. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen. En het is aan het bestuur van het waterschap om daar een goede afweging in te maken. Betekent dus ook dat er gekozen moet worden. Hè? Wat Simon net ook zei, hier en daar zul je, je zal moeten kiezen. Maar dat moet je zorgvuldig doen, dus dat moet ook goed gemotiveerd worden. Daarbij moet je ook kijken of een besluit, ook zo'n peilbesluit, tot onevenredige schade leidt. Hè? Evenredige schade, zeg maar, schade die nou eenmaal erbij hoort als je in een veengebied woont, zal ik maar zeggen. Dat wordt al redelijk snel, daar kom ik straks nog op terug, tot het normaal maatschappelijk risico gerekend. Nee, je woont nou eenmaal in dat gebied, dus dat betekent ook dat je hier en daar wat schade zult moeten aanvaarden. Maar tegelijkertijd probeer je ook als waterschap, en dat zie je in de praktijk ook, te voorkomen aan de voorkant dat schade zoveel mogelijk weg wordt genomen. En daar zijn we in ons land wel echt goed in natuurlijk. Schade moet weg. Dat is een beetje de cultuur. Op dat normaal maatschappelijk risico kom ik zo nog even terug. Motiveren is belangrijk. Je moet echt laten zien als je over zo'n ander peilbesluit nadenkt, waar we het nu over hebben, dat het remmen van bodemdaling nodig is vanwege de taak en de doelen die ik net heb laten zien. Dus het waterschap heeft een watersysteemtaak gericht op de doelen van de waterwet. En daar moet dat nieuwe peilbesluit ook binnen passen. Zo niet, dan wordt het een lastig verhaal. En dat betekent bijvoorbeeld, en dat herhaal ik straks nog een keer, maar herhaling is goed, denk ik, dat je goed moet nadenken als waterschap, hoe je zo'n peilbesluit neerzet. Zet dat niet neer als wij leveren een bijdrage aan de energieopgave, aan de CO2-reductieopgave. Dat doe je dan wellicht wel. Maar je bent niet als waterschap op aarde gezet om daar een oplossing voor te bieden. Om je taken daarop in te richten. Dus dat zou een mooie bijvangst zijn als dat lukt. Maar je moet steeds weer kijken naar waartoe ben ik op aarde. Wat is mijn wettelijke taak en binnen welke doelen moet ik mijn beleid vormgeven. Daarbij is het ook belangrijk, en dat snapt iedereen denk ik. Hè, een waterschap hoeft bij de vaststelling niet uit te gaan van de optimale bediening van elke functie. Het is niet iets wat ik heb bedacht, maar dat heeft de rechtspraak bedacht. Je kan niet iedereen zeg maar op een fantastische wijze bedienen als je over peilbesluiten nadenkt. Nou, een belangrijke eis is ook dat rekening wordt gehouden met natuurlijk het eigen beleid, maar zeker ook met dat van andere overheden. Als waterschappen bij toch min of meer een uitvoeringsorgaan. Zeker ook van datgene wat de provincie bedacht heeft. Je bestaat in zekere zin zelfs bij de gratie van de provincies. Nou, bodemdaling vraagt om een maatschappelijke aanpak. Dat is meer dan alleen maar een watersysteem aanpak. Het voortouw daarvoor ligt bij rijk provincies en gemeenten. En via de ruimtelijke ordening water- en energiebeleid. En heb je daarmee de beleidsdomeinen zo'n beetje wel te pakken die richting geven en die ook de basis vormen voor het tegengaan, het terugdringen van bodemdaling. En watersysteem kan daar een rol bij spelen.
En het waterschap dus ook. Ik noem het woord rugdekking al. Dat is belangrijk, denk ik. Want als een pijl besluit zelfstandig, zonder enige beleidsrugdekking vanuit andere hoek, vanuit andere overheden, een pijlbesluit gaat vaststellen, dan wordt het denk ik wel lastig. Dus het is denk ik goed om dat te onderstrepen. Daarbij kan het ook helpen, en dat zie je ook in het rapport wat vorig jaar is verschenen, een heel goed rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Die hebben gezegd dat er ook wel nationale en regionale doelen voor bodemdaling vastgesteld zouden moeten worden. Dat zou zelfs wat hen betreft bij wet geregeld moeten worden. Ja, dat zou weer in het besluit kwaliteit leefomgeving onder de omgevingswet kunnen doen. Nou, ze doen daar zelfs een concreet voorstel voor. Dus ook dat is allemaal na te lezen. Ik zeg niet dat het moet bij wet, maar het helpt wel natuurlijk als je dat doet. Dan dat schadeaspect. En dan moeten we even de rechtspraak in. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Dan moet je steeds afvragen. En ik weet, het zou wat als juridisch geneuzel kunnen overkomen. Maar ja, daar hebben we in ons vakgebied nou af en toe ook mee te maken. Je moet onderscheiden tussen eigenlijk een pijlaanpassing en de pijlwijziging. En bij pijlaanpassing gaat het er eigenlijk om, en daar hebben wij het een beetje over, dat daar waar het oppervlaktewaterpeil wordt verlaagd om de natuurlijke maaiveld, de bodemdaling, te volgen, de rechter standaard zegt, ja, als je als gevolg daarvan schade leidt, dus als je in zo'n gebied woont of je werkt in zo'n gebied, en je leidt aan schade, ja, dan komt die schade niet voor vergoeding in aanmerking. Ja, dat is normaal maatschappelijk risico, zoals dat genoemd wordt. Aan de andere kant, dus als we gewoon de bodemdaling volgen, dus het pijlbesluit op die manier aanpassen, dan is het gewoon eigen schuld, dikke bult, bij wijze van spreken. Had je maar niet in zo'n veengebied moeten gaan wonen. Ik zeg het even heel kort, maar daar komt het dan op neer. Het kan ook zijn dat je een pijlwijziging voorstelt. Hè, dan ga je dus veel verder dan een bodemdaling. Of je verhoogt zelfs het pijl. Dus dan heb je op zich weinig reden om met bodemdaling rekening te houden. Nou, dan gelden er wel wat meer eisen. Hè, dan moet je die algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. Waaronder zorgvuldige belangenafweging, motivering en rekening houden met schade. Het evenredigheidsbeginsel. Hè. Dan zie je die onevenredige / evenredige schade terugkomen waar ik het net al over had. En dit soort dingen moet je even nalezen in het rapport, denk ik. Wat gebeurt er nou als we bodemdalingproces via een nieuw pijlbesluit, een ander pijlbesluit, gaan remmen? Dan zie je eigenlijk dat er een hybride schadevraag ontstaat. Want deels kun je dan betogen dat er van een pijlaanpassing sprake is. Lees, de schade die daarmee samenhangt, komt voor eigen rekening. En deels, je volgt niet helemaal de natuurlijke bodemdaling. Deels heb je dus met de pijlwijziging te maken. En daar staat in principe wel beroep op schade open. Nou, dat is wat uit de rechtspraak komt. Maar daar heb ik wel ook in het onderzoek en ook in het artikel wel wat kanttekeningen bij geplaatst. Want wat is nog natuurlijk? Natuurlijke bodemdaling. Als we kijken waar die bodemdaling door wordt veroorzaakt, dan zijn natuurlijk wel wat natuurlijke invloeden. Maar ontwateren van gronden, ja, is dat nou wel een natuurlijke oorzaak? En ik kan me voorstellen dat dat wel invloed gaat hebben op de rechtspraak die we nu nog niet hebben. En daarbij ook de vraag, en daar kunnen we met elkaar ook nog eens een leuke boom over opzetten. Ja, wie veroorzaakt nou eigenlijk de schade? Is degene die straks de schade claimt, niet min of meer, deels ook in ieder geval, zelf veroorzaker van de schade? We pompen onszelf al heel lang omlaag, om het zo maar te zeggen. En daar hebben we nu de wrange vruchten van te plukken, zal ik maar zeggen. Nou, als we dan kijken naar zo'n ander pijlbesluit en een zorgvuldige implementatie, dan heb ik eigenlijk een drietal adviezen daarvoor bedacht. Nou, ik wil niet zeggen dat dit er nou allemaal is, maar dat heb ik uitvoerig beschreven. Dat zijn er drie en die licht ik hierna nog wat uitvoeriger toe. Ja, zet het pijlbesluit neer als een afgeleide van het beleid van andere overheden. Dat is toch wel belangrijk, denk ik. En pas het dan ook in inderdaad binnen de eigen watersysteemtaak. Dus je hebt die rugdekking nodig, die zie je hier weer terugkomen. Nou, besteed extra aandacht aan de voorbereiding. Dat is ook niet zo gek, hè? We gaan iets nieuws doen, om het zo maar te zeggen. En voorkom schade zoveel mogelijk en voorzie in aanpassingsmogelijkheden voor degene die potentieel schade zouden kunnen leiden.
Je ziet dat ik hier wat verder ga dan wat het recht misschien van ons eist. Maar met wet en regelgeving alleen bereik je ook niet alles. Dus er is meer nodig om uiteindelijk, denk ik, een project voor elkaar te krijgen. Nou, wat de positionering van het pijlbesluit betreft dan. Ja, zoals ik net al zei, remmen van bodemdaling, check. Dus gewoon puur het remmen van bodemdaling is niet per se een taak die aan het waterschap mee is gegeven. Dus dat geeft ook aan dat beleid vanuit met name de provincies, daar stuur ik dan op, toch ook wel belangrijk is. Hè? Dat als zij vanuit de ruimtelijke ordening, ook vanuit het waterbeheer, energiebeleid, de CO2-opgave en afijn, noem het allemaal maar op. Als in die domeinen een duidelijk beleid geformuleerd is, wie weet zelfs nog met een wettelijke doelstelling rondom bodemdaling ook. Maar ja, daar gaat dan wel wat nachten vorst overheen voordat we zover zijn natuurlijk. Maar dan maak je het als waterschap, dan heb je het als waterschap wel wat eenvoudiger. Want dan zeg je gewoon, ja, ik moet toch rekening houden met dat andere beleid. Dat is nou eenmaal wat de wet ook van mij eist. En ik heb daar rekening mee te houden, dus ik moet daar uitvoering aan geven. Zo'n ander pijlbesluit moet dus passen, en ik herhaal dat, want dat vind ik belangrijk, binnen de taken en de doelen van de waterwet en straks ook de omgevingswet. Dat betekent dus concreet, en dat is een waarschuwing, dat je zo'n pijlbesluit niet neer moet zetten als de uitkomst van een CO2-emissiereductieopgave. Het is mooi dat je daar een bijdrage aan levert, maar daartoe ben je als waterschap, naar mijn overtuiging, niet op aard. Dus je hebt weliswaar als waterschap ook je handtekeningen, de Unie, onder het klimaatakkoord gezet. Hartstikke mooi, maar dat doe je niet vanuit je wettelijke taak, maar dat doe je omdat je daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor voelt. Daar wil je best aan bijdragen, maar nogmaals, daartoe ben je niet op aarde gezet. En als vierde, ontwikkel het pijlbesluit in samenwerking met name de provincies. De provincies zijn ook degene die nog eisen kunnen stellen aan de inhoud van pijlbesluiten en dergelijke. Gemeenten kunnen ook belangrijk zijn. Hè? Als je een veengemeente bent, dan kun je er ook heel groot belang bij hebben dat er wat aan gedaan wordt. Aan de verdergaande bodemdaling. Dan de tweede tip die ik meegeef. Hè? Geef extra aandacht aan de voorbereiding van zo'n ander pijlbesluit. Nou, kijk daarbij ook naar wat je nu aan beleidsregels hebt. Menig waterschap heeft daar ook beleidsregels voor. Hè? Dat zou voor jou zo'n aparte een nota voor pijlbeheer, hè, zou dat kunnen zijn. Soms heet het ook net wat anders. En check daarin, hè, voordat je gaat beginnen aan zo'n ander pijlbesluit, of het tegengaan van maaiveldaling, bodemdaling een duidelijk geformuleerd doel is, hè, voor jou als waterschap, inclusief de onderbouwing die daarbij hoort. En als je werk gaat maken van zo'n concreet pijlbesluit, ja, wees dan ook echt heel concreet. Dus volsta niet met bla bla bla, hè, met de algemeenheden waarom we dit toch allemaal zo belangrijk vinden. Maar stel dat je bij een rechter uit zou komen, ja, geef dan ook aan waarom voor dit specifieke gebied dit pijlbesluit zo moet zijn zoals we dat nu met elkaar bedacht hebben. En geef daar de onderbouwing ook bij. Daar zullen de kosten en de baten met name ook denk ik een grote rol spelen. En dat heeft ook weer alles met die zorgvuldige belangenafweging te maken. Ja, als de kosten-batenafweging tussen, laten we zeggen, voor het gemak even, aan de ene kant het belang van de landbouw om het proces van bodemdaling te blijven volgen. En aan de andere kant de inliggende en omliggende bebouwing die mogelijk heel veel schade zou kunnen gaan leiden. En dat heb je ook aan gerekend. Ja, dan is kosten-baten natuurlijk superbelangrijk om achter in je tas te hebben, mocht je een gang naar de rechter maken. Last but not least, en hier ga ik wat verder dan het recht strikt genomen van ons eis, maar ik denk dat het belangrijk is, regel er een voldoende lange periode voor landgebruikers om de overgang te maken van dat oude beleid, zou ik maar zeggen, naar een meer nieuw beleid. Betekent bijvoorbeeld ook dat je al op tijd aankondigt, bijvoorbeeld nu voor de waterschappen die zitten te luisteren en wellicht ook voor de provincies die een regionaal waterprogramma nu allemaal aan het maken zijn, eind dit jaar vast te stellen, kondigt dit soort beleid al aan. Dan kunnen we nu al rekening mee houden dat dit de komende jaren wellicht een keer concreet gaat gebeuren. Voorzie bijvoorbeeld in een subsidie- of een stimuleringsregeling,
Voor onderwater drainage hebben bijvoorbeeld de provincie Utrecht, de Stichtse Rijnlanden, ik geloof een aantal gemeenten zelfs nog, in het verleden en misschien nog, dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar die hebben daar ook wel wat subsidie bijgebracht, vrij veel zelfs. Maar laat daarmee ook een soort van een vliegwiel-effect ontstaan. En niet onbelangrijk, in de keuren van menig waterschap zie je ook dat er individueel via een vergunning afgeweken kan worden van een vastgesteld nieuw pijl voor het oppervlaktewater. Nou, op zich staat dat redelijk haaks op wat je eigenlijk wilt. Van binnen het duurzame watersysteem ga je dan op individueel niveau, op perceelsniveau, ga je dan toch weer afwijkingen honoreren. Nou, dat zou ik zelf niet zo snel doen. En als je het al doet, let er dan goed op. Let er dan goed op dat. Ja, moet ik even denken, even zoeken naar mijn woorden. Er komt net iemand binnen. Let er dan inderdaad goed op dat je dat niet te lang volhoudt, dat individueel afwijken. Dus ik kan me voorstellen tot 2030, hartstikke mooi. Maar daarna moet je het echt niet meer doen. Ik zou bijna willen zeggen, stop daarmee. Maar ja, wie ben ik? En dan de positie van schadeclaimers hierbij. Dan gaan we al richting het einde. Dit is mijn laatste tekst. Je zou kunnen denken, ja, wat doen we nou toch met die schade? En in menige overheids, bij bestuursorganen is men altijd bang voor schade. Dat vind ik zelfs wel eens opmerkelijk, maar toch. Maar ook hier, als je dit geleidelijk aan doet, laten we hier eens een jaar of 8, 9, 10 voor nemen om dit helemaal om te zetten. Dan heb je dus ook als ingezetene, als bewoner van zo'n gebied, als ondernemer in zo'n gebied, heb je dus een aantal jaren tijd om van die kansen die de overheid biedt gebruik te maken. Doe je dat niet, dan loop je over jezelf het risico af. Dat je eigen schuld, dat je zoals dat juridisch heet, risicoaanvaarding verweten wordt. Je hebt de kansen niet genomen die voorhanden lagen. Je hebt ook de kans niet genomen om naar een andere vorm van landbouw of op een andere vorm van ondernemen over te gaan. Het is niet alleen aan de overheid om rekening te houden met nieuwe feiten en omstandigheden die zich in onze maatschappij altijd voordoen en altijd zullen blijven voordoen. Ook van ons als burgers en aan bedrijven mag ook wat verwacht worden. En daarmee kom ik een beetje aan het einde. Wees om die reden dus ook duidelijk in je beleid. Kondig het nu al aan en ga er dan vervolgens werk van maken. En daarmee eindig ik nog met een mooi plaatje, want als dat geen landbouwbeleid is, dan weet ik het ook niet meer, mensen. Dankjewel, Peter. Hier is... Ja, dat was hem. Dankjewel voor je heldere verhaal en je altijd weer mooie schilderijen in jouw presentaties. Dit keer allemaal veenweidegebied, zag ik. Heel mooi. Je hebt een flinke discussie of in elk geval vragen ontketend op de chat. En als ik er zo naar kijk, is een belangrijke vraag die in verschillende vormen terugkomt, is eigenlijk de rol van het waterschap. Er wordt eigenlijk gesuggereerd dat je de rol van het waterschap wel erg klein maakt. Hebben ze geen maatschappelijke opgave om iets te doen tegen CO2, tegen de klimaatopgave? Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, dat is ook wel wat ik zei. Ze voelen zich maatschappelijk... ze zien voor zichzelf natuurlijk een grote maatschappelijke rol om daar een bijdrage aan te leveren. Maar in geen enkele wet staat dat je dat moet doen. Mij is gevraagd om, voor nu ook, en ik denk ook dat dat belangrijk is. Van hoe zou je dat pijlbeheer, die nieuwe vorm van pijlbeheer, juridisch zo goed mogelijk vorm kunnen geven? Daar heb ik vooral naar gekeken. En ik weet uit rechtspraak ook wel dat je op moet passen om met hele wijdvoerige, wijdbenige, weet ik het allemaal, verhalen te komen. En daar heeft een rechter, en ik ben zelf af en toe ook een rechter, die heeft daar niet zoveel mee. Een rechter kijkt alleen maar van waartoe ben jij op aard. Die kijkt naar de doelen die in de waterwet staan en straks ook in de omgevingswet staan. En daarbinnen, binnen die concrete taak en binnen die concrete doelen, moet je je werk doen. En dat je daarnaast nog van alles en nog wat doet, hartstikke mooi. Maar juridisch gezien kun je daar niet zo heel veel mee. Okay. Dus ik heb vooral naar dat laatste gekeken. Daarmee wil ik niet zeggen dat je maar naar een juridische oplossing moet gaan. Nee, ik geef hier aan hoe het juridisch in elkaar steekt, om het zo maar te zeggen. Ik ben zeker niet de enige die er zo over denkt, hoor. In mijn vakgebied.
Maar wees daar alert op. Het is meer een waarschuwing. Probeer met name ook steeds duidelijk te maken waarom bodemdaling en het remmen daarvan belangrijk is gegeven de taak die je hebt. Gegeven de wettelijke taak die je hebt. Ik hoop dat dat zo helder is. Ja, dat hoop ik ook. Ja, Peter? Nee, ik wou zeggen, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar ik ben ook vaak heel onzeker over van alles en nog wat. Maar hier ben ik toch vrij zeker. Dankjewel. Een andere vraag die ook in wat verschillende vormen terugkomt, is het schadeclaimen. Ik lees even de laatste vraag die over gaat. Het is inmiddels duidelijk dat vernatten van veenweiden leidt tot agrarische schade. Zijn de waterschappen bij actief verhogen van het peil, dus peilwijziging, dan verantwoordelijk voor nadeelcompensatie? Ja, dat is wel te betogen. Zeker als je verder niks doet. Hè. Stel dat je nu van de ene dag op de andere zo'n peilbesluit zou vaststellen. Dan is voor dat deel wat zeg maar, met een peilwijziging samenhangt. Ik heb gezegd, hè, je hebt hier voor een deel zal de schade samenhangen met toch nog een beetje volgen van het proces van bodemdaling. Schade dat deel van de schade komt voor eigen risico. Dat andere deel van de schade, daar gaat de vraag over. Daar hebben we inderdaad nadeelcompensatieregeling voor. Hè. Die zit in de waterwet en straks ook in de omgevingswet. Tegelijkertijd, ik denk als je de tijd neemt, als je daar een transitieperiode van laten we zeggen een jaar of 10 voor neemt. En je geeft ook ingezetenen de kans, hè, de landbouw ook de kans om zich aan te passen. Dan durf ik wel bijna, ja dan durf ik in ieder geval te beweren dat de kans groot is dat zij aan het eind van de rit, als er dan schade wordt geclaimd, ja niet veel te zoeken hebben bij de rechter. Maar als je het van de ene dag op de andere dag zou doen wel. Maar als we nu de tijd daarvoor nemen. En iedereen weet van nou ja. Over een jaar of 5 à 10. Dan moet ik echt iets anders gaan doen. Hey, aanpassen is iets van ons allemaal. Ja. En wat ik nog ook. Er zijn nog heel veel vragen die aan jou te stellen gesteld. Die we helaas gezien de tijd niet meer kunnen beantwoorden. Maar ik wil even iedereen aangeven dat we de vragen nog gaan beantwoorden in de terugkoppeling die we geven. Dus al jullie vragen worden beantwoord. Ja. Want er vinden ook allemaal vragen, worden ook vragen gesteld waar ik denk dat de vraag niet per se aan jou is, maar misschien wel meer aan de groep. Hè, over het maken van politieke keuzes en hoe je dat kunt forceren, hè, zeg maar. Waar het wil is weg en die willen. Ja, en ik zie dat Arjan heeft een heel leuk artikel gedeeld over wat dit land nodig heeft is lef. Dus nou, dat is misschien ook wel leuk om tot je te nemen. En dat sluit denk ik aan bij de boodschap die zowel Simon als Peter afgeven. Dus dat is denk ik een mooie afsluiter voor nu. En dan wil ik ook graag voor nu afsluiten. Ik wil jullie ontzettend bedanken allemaal voor jullie tijd en voor de energie die jullie ook in de chat hebben laten zien. En nou, het is overduidelijk in elk geval dat dit onderwerp bleef en dat er nog heel veel vragen zijn. Nogmaals, die vragen worden we in elk geval, die nu gesteld zijn, beantwoord in een later stadium. En dan rest mij jullie te bedanken voor alle tijd die jullie in de verschillende webinars hebben gestoken. Want dit was dat laatste van de serie van 4. Alle rapportages kun je terugvinden op www.nobveenweide en www.stoa.nl. De links worden ook gedeeld in de chat en in de terugkoppeling. En ondertussen gaan wij verder met het broeikasgasonderzoek binnen het NOBV. Dit soort vraagstukken over haalbaarheid worden ook in een kennisprogramma binnen het klimaatprogramma, binnen het Veenweideprogramma opgepakt. En ik vermoed dat daar later dit jaar nogal meer over gedeeld zal worden aan informatie. En u kunt altijd op de hoogte blijven via door een mailtje te sturen naar ons programma info@nobveenweide. En dan rest mij jullie namens het NOBV en de STOA van jullie van harte te bedanken en hopelijk tot ziens.